Voorzitter, ik hield mijn medespeech 17 jaar geleden over het ammoniakgat. Ik weet het nog goed. En later viel mensen op dat ik niks persoonlijks had gezegd, wat eigenlijk altijd wel bij een medespeech gebeurt. Dus 17 jaar na dato dacht ik, moet ik misschien toch even iets uit mijn persoonlijke ervaring. En toen dacht ik aan mijn jeugd in Katwijk. Wij werden opgevoed met, als je van plan was om dingen te doen die gewoon niet zo verstandig waren, dan was het, ja, straks is het mekken, straks is het huilen en kom dan niet bij mij. Dat was zeg maar de opvoeding in Katwijk. Daar moest ik aan denken bij weer een nieuw landbouwdebat. En weer allemaal op zichzelf niet onterechte benoemingen van de problemen waar boeren in zitten. Maar laten we even eerlijk zijn, mensen. Als je al sinds 1965 weet dat de intensieve landbouw, die vlak na de Tweede Wereldoorlog echt wel een goed idee was, op zo kort mogelijke termijn zoveel mogelijk voedsel produceren. Maar als je al sinds 1965 weet dat daar voor de langere termijn grote nadelen aan zitten en je handelt daar niet naar, dan wordt het wel een keertje tijd om te zeggen, ja, maar kom niet bij ons huilen. Kom niet bij ons huilen. Of je blijft de problemen ontkennen. Hier een beetje millimeteren, daar een beetje millimeteren, dat mag ook. Maar zeg dan vandaag tegen boeren, als de problemen weer niet opgelost zijn, dan kan je bij ons terecht. Want wij nemen die verantwoordelijkheid. Ik zie het nog steeds niet gebeuren, voorzitter. Terwijl we toch al heel erg lang weten dat Nederland het meest veedichte land ter wereld. Nergens in de wereld zitten zoveel dieren op elkaar gepropt als hier. Dat voor een landbouwsysteem zorgt waar iedereen aan ten onder gaat. Behalve misschien die paar grote jongens die dit systeem volhouden. Maar de mens is onderdeel van de natuur. We zijn volledig afhankelijk van alles wat de natuur te bieden heeft. En boeren zijn de allereerste die dat voelen. Dus als wij de mestproblemen niet substantieel verminderen, door simpelweg te kijken naar de feiten, minder dieren fokken en vetmesten is minder mest, is minder problemen. Als we dat niet durven te doen, dan vernietigen we alle randvoorwaarden die boeren nodig hebben om voor de toekomst gezond voedsel te produceren, om iedereen van gezond en duurzaam voedsel te kunnen voorzien. We hebben biodiversiteit nodig, we hebben een gezonde bodem nodig, we hebben schoon water nodig, we hebben schone lucht nodig. Ik mag hopen dat ook deze Kamer vindt dat mensen recht hebben op bescherming tegen overlast vanuit de veehouderij. En dan herinner ik de Kamer er even aan dat het jarenlang CDA en VVD-beleid is geweest dat erin heeft geresulteerd dat mensen die in de buurt wonen van stallen niet eens meer buiten kunnen zitten. Niet eens hun was buiten kunnen hangen zonder geconfronteerd te worden met die enorme stank. En daar heeft de rechter nota bene een uitspraak over moeten doen. De versoepeling van de geurnormen in de veehouderij heeft ertoe geleid dat Nederland nu beleid heeft dat strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit zijn toch ook gewoon mensen die recht hebben op bescherming van hun gezondheid tegen de commerciële belangen van een paar grote varkenshouders. Mag ik hopen. Voorzitter, we zien nu hetzelfde gebeuren. Iedere keer weer op de millimeter wijzen op de problemen waar boeren in zitten. Het klopt, maar je moet verder vooruit kijken. We weten dat de stikstofproblemen alleen kunnen worden opgelost als we maatregelen nemen die ervoor zorgen dat we met zekerheid de natuur niet verder achteruit laten gaan en zelfs gaan herstellen. En als je dat niet doet, dan kun je met voorstellen komen over modellen, maar dan weet je hoe het afloopt. En daar zijn boeren niet mee geholpen. Je kunt wel zeggen, misschien zijn er innovaties. Ja, hartstikke leuk. Maar de geschiedenis laat zien dat die innovaties onvoldoende werken. Dus je stuurt boeren verder op dat pad waar ze niks aan hebben. Neem verantwoordelijkheid en zeg dan, kom dan bij ons klagen. Voorzitter, als we kijken naar de derogatie, dan zal het kabinet niet anders kunnen dan nu alvast fokbeperkingen instellen. Je hoeft het niet te doen, maar als straks dieren vervroegd naar de slag moeten en boeren komen hier klagen, dan hebben ze het wel aan dit kabinet te danken. Stel fokbeperkingen in. Ik wijs op het enorme dierenleed in de Nederlandse veehouderij. Er wordt nu door de pluimveesector bezwaar gemaakt tegen het plan om ietsje minder kippen gewond te laten aankomen bij het slachthuis. Die arme dieren worden met vangploegen of machines uit die stallen geroust en meer dan 10 miljoen dieren, 10 miljoen kippen, komen met botbreuken, met kneuzingen
Of de poten zijn er zelfs af aan bij het slachthuis. Nou is er een voorstel om van die 10 miljoen dieren per jaar maximaal 5 miljoen dieren te maken. En dat gaat de pluimveesector te ver. Dat is toch ongelooflijk dat we dat accepteren in dit land. En als je dus laatdunkend doet over dierenwelzijn, dan moet je ook niet komen klagen. Als de samenleving blijft zeggen, die intensieve veehouderij is een drama voor dieren en we willen daar vanaf. Dank u wel. Dank u wel.